Nou, is toch anders, kan ik zeggen. Dit maakt je drinkwater gewoon nog wat schoner. Goedemorgen allemaal. Het is zondag en wij gaan zowaar naar het strand. Dus we moeten heel ver rijden. We gaan met mijn zus, mijn zwager en mijn nicht. Dus wij zijn al helemaal bepakt en bezakt. En ze zouden hierheen komen, maar omdat zij iets verlaat zijn, vroegen ze of wij vast die kant op kunnen komen. En dan gaan we van daaruit gaan we naar het strand. Ik weet nog niet precies naar welke we gaan. Ik geloof dat we naar Juliana dorp gaan. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval niet een al te drukke. Want daar houden wij allemaal niet zo van. Het wordt een heel eind rijden. De eerste keer dat Kai zo lang in de auto moet. En we gaan met mijn zwagers auto en die heeft geen airco. Dus dat wordt wat, want het wordt 30 graden vandaag. Dus wij gaan die kant op. En ik zal proberen daar nog een en ander te filmen ook. Zij willen waarschijnlijk niet in de vlog. Maar ik zal proberen om in ieder geval Kai wat te filmen. En kijk wel even hoe het allemaal loopt. Dus wij gaan die kant op. En dan zien wij jullie later weer. Super warm en het is hier nog best wel rustig. Heerlijk strand dit. Oh, kijk, wat ga je doen? Water is er. Hi! En dit is pink stampen en zo. Kijk eens! Ben jij voor het eerst op het strand, Kai? Gaan we water in de fles? Nee, ik ben er niet. Kan water in de fles doen? Moet je water in de emmer? Kom maar. Ja, of zand. Kom maar. Saluta. Saluta? Ja. Michel. Zo. Voorbij. Wat ben je gaan doen, Kai? Zie je nou hoe wijd hij is? Hij poft heel erg, zeg maar. Hi Kai. Wat doe jij? Onze winst van gisteren. Kai zijn eerste schelpjes. Zijn te klein. Ja? Kleintjes. Nee, toch? Dinsdag is het zwaar. Dinsdag? Au. Oh. Au. Au.
La Bello. Mijn zus is morgen jarig. En het komt eigenlijk niet heel lekker uit dat ik een cadeautje moet halen. Maar weet je, ik doe het wel. Ik schrijf wat terug van mijn spaar. En dan ik ga even voor haar bij de rituals kijken. Want nou, dat vindt zowel zij als ik altijd heel erg lekker. En ik haal het normaal nooit voor mezelf. Omdat ik het veel te duur vind. Ik heb trouwens vandaag mijn sandaaltjes aan. Want volgens mij is het al best wel lekker. En ik heb even een vestje eroverheen gedaan. Want ik vind deze broek ijs heel hoog. Maar hij zit een beetje... Dit bovenste zit niet zo mooi, vind ik. Dus dan... Ja, aan de voorkant vind ik het prima kunnen, zo'n shirt erin. Maar dan vind ik de achterkant wat minder. Dus ik heb even een lang vest eroverheen. Ik weet niet meer wat ik aan het vertellen was. Oh ja, rituals. Ik koop het normaal eigenlijk nooit voor mezelf. Want ik vind het echt veel te duur. Zo jammer, want dat is echt zoiets wat alleen maar voor mensen is die gewoon geld hebben. Maar goed, ik vind alles lekker van rituals. De dingen voor in huis, de luchtjes voor jezelf, dingen voor onder de douche. Ik vind het allemaal heerlijk, maar ik haal het eigenlijk nooit. Maar goed, van haar krijg ik het nog wel eens voor mijn verjaardag. En ik weet dat zij het ook heel erg lekker vindt, dus ik ga gewoon even kijken of ik er eentje kan vinden voor haar. Dus moeten wij even de stad in. Het is denk ik al een uur of 10. Dus ik neem gewoon even wat drinken voor me mee. Ik rijd er even met de auto naartoe. Dan kan hij dat stukje in de auto zijn drinken even doen. Nee, dat is dus wat wij eventjes gaan doen. Ik heb toch even het vest uitgedaan. Het is nu al heerlijk weer. Kom, we zien je. Deze kant op. We gaan naar de auto. Handje? Zo, wacht maar even. Ik til jou erin. Oh, ik uit. Oh-oh. Hij deed zo. Normaal ga ik nooit van huis zonder alles even opgeruimd te hebben. Maar omdat het al na 10 is, doe ik het straks wel even. Normaal heb ik er een hekel aan om weg te gaan als het nog een troep is in huis. Maar goed. Oh. Die kan wel. Zo. Daar gaan we weer. Dan kan de deksel erop. En dan duurt het ongeveer, nou, wat zal het zijn? 20, 30 minuten. Dan is de kip gaar. Dan haal ik de kip eruit. En dan gaat de risotto erin. En dan hebben wij een heerlijk maaltje. Inmiddels... Dinsdag einde middag dus, want ik ben dus aan het koken. Om precies te zijn, 5:10. En we zijn nog even door een stuk park gelopen. Je hebt echt, dit buurtje hier vind ik niks. Maar om onze buurt heen heb je wel heel veel groen. Aan alle kanten heb je dus van die lange groene paden. Echt super mooi, echt mooi. En we hebben nu weer een ander pad genomen. En nou ja, dat is zijn vangst. Die moet dan mee naar huis. En vervolgens doet hij er niks meer mee. En hij is nu boos, want hij begint moe te worden. In ieder geval, wat ik jullie net liet zien qua eten is dus het Portugese gerecht. En dat kun je dus met, ik heb het al heel vaak genoemd, maar je kan het met risotto doen. Je kan het ook op een gegeven moment door de spaghetti doen. Je kan het met aardappel doen. Het is gewoon super lekker. Ja, verder ben ik wel geslaagd denk ik bij de rituals. Wat heb ik gehaald? Ik heb een after sun voor haar gehaald. En nog iets in een andere geur. Ik weet het niet meer. Ik vond het zelf lekker ruiken. En ik vond het zelf wel een leuk idee. Ook nu het zomer is. Dus nou ja, hopelijk vind ik het leuk. Ik moet mijn andere zus nog steeds een cadeautje geven. Die was in november jarig. Gaat goed. Maar goed, ik ben ook niet goed in cadeautjes. Voor Claudia weet ik toevallig dat ze dit heel erg lekker vindt. En mijn andere zus, Dida, die kan niet ruiken. Dus daar kan ik wel zoiets voor halen. Maar
dan zal ze nooit weten hoe het ruikt. En dat vind ik dan weer heel jammer. En ik ben heel goed met geuren, want mensen zeggen altijd, als ik geurtjes heb of zo, dat het altijd lekker ruikt, dat het in huis altijd lekker ruikt. En ik krijg altijd complimenten. Dus ik weet gewoon, ik ben daar echt wel oké in. Maar ja, als ze het zelf niet kan ruiken, is ook niet leuk. In ieder geval, ik heb er hier een die helemaal crazy wordt. Dus ik ga hier even verder. Aan de achterkant kan ik niet eens naar buiten. Het waait aan de achterkant keihard en het regent keihard. Goedenavond. Ik heb eventjes tv aangezet voor hem. Het is al bijna bedtijd. We waren laat terug, of laat, maar voor het eten was het laat. Volgens mij waren we om 6:15 of zo pas thuis. Dus ik heb lekker de broccolisoep opgewarmd en een geroosterd broodje met wat boter erbij. We hebben vanmiddag al het restant van het Portugese gerecht gehad, dus we hadden al eigenlijk warm gegeten. Maar we waren dus bij de verjaardag van mijn zus vandaag, vanmiddag. Mijn oudste zus in Marknessa. Heeft hij eventjes een beetje kunnen spelen met zijn achterneefjes. De cadeautjes waren goed bevallen. En toevallig had ze in beide geuren al producten staan. Andere producten van Rituals. Blijkbaar vindt ze het lekkere geuren. En heel toevallig was dat vorig jaar ook het geval. Toen had ik wat anders voor haar gehaald. Volgens mij een bodyspray of zo. Toen had ze ook van die lijn volgens mij badschuim en dat soort dingen staan. Dus heel toevallig was het dit jaar weer een goede keuze. Morgen komt die dame weer. Waar ik die gesprekken mee heb. En volgens mij zou ze dan een soort plan meenemen. Want zij moet op een gegeven moment een soort plan schrijven. Dus een bepaalde leidraad waar we naartoe kunnen werken. Volgens mij zou ze dat morgen meenemen. Nou ja, goed. Dat moeten we dan even samen doornemen. En daar staan dan zeg maar haar bevindingen in. En hoe zij dingen ziet. En dan gaan we even kijken hoe en wat, geloof ik. Ik wil proberen vandaag weer vroeg naar bed te gaan. Dat ik morgen toch weer voor hem kan opstaan. En hopelijk dan al in ieder geval deels klaar ben voordat hij eruit gaat en wakker wordt. Dus dat wil ik morgen wel weer proberen. En dat zeg ik, de ene dag gaat het goed en de andere dag is gewoon prut. Ligt er ook aan hoeveel last ik van de bovenbuurvrouw heb gehad of van de katten. Want mijn katten die willen nog wel eens juist midden in de nacht gaan overgeven en zo. En dan het liefst op iets van een kleed of nou ja. Dus dan moet ik er midden in de nacht wel uit, want anders is de volgende dag niet meer schoon te krijgen. Dus dat komt ook regelmatig voor. Of ze zitten te mouwen s'nachts. Dus die factoren werken allemaal mee aan of het mij lukt 's ochtends om voor hem op te staan of niet. En nou ja, de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Ik geef het niet op, want in de zomer is het gewoon wel lekker als ik al klaar ben. Nou, verder had ik een tijdje terug een soort waterfilter besteld voor op de kraan. Dat is dus deze. Deze is toevallig van Brita. Je kunt deze dus openzetten, zeg maar. En dan komt hier het water uit. En dat is speciaal om te drinken en dergelijke. Het is ook een vrij dun straaltje wat eruit komt. En als je hem terugzet, dan komt gewoon uit jouw kraan het gewone water. En dit is dus gefilterd. Dus dan heb je veel schoner drinkwater. Nou ja, ze zeggen heerlijke smaak. Het is ook ideaal om te koken. Filtert uit het leidingwater chloor. Geur- en smaakverstorende stoffen voor een heerlijke natuurlijke smaak. Metalen zoals lood die via de leidingen in uw huis in het drinkwater terecht kunnen komen. Dit maakt je drinkwater gewoon nog wat schoner. En ik heb het van de waterfilterwinkel. Ik kan het wel even demonstreren. Je doet hem aan en dan duurt het. Eerst gaat hij pruttelen. Maar ik heb hem nu net gebruikt. Maar zo zie je dus, hier komt nu het water uit.
En als je deze dichtdraait, dan komt het water gewoon uit je kraan. Dus ik dacht, nou, misschien een leuke tip voor mensen die ook schoner drinkwater willen. Ja, ik ben best wel bewust van wat we eten en drinken en dergelijke. En Kai drinkt ook regelmatig water en hij drinkt sowieso siroopjes met water de hele dag door. Dus hij krijgt de hele dag door leidingwater binnen. Wat heel gezond is, alleen ook daar zitten gewoon weer dingetjes in wat niet goed voor je is. En ja, ik weet niet. Dit is gewoon naar mijn idee beter, omdat het toch nog weer gefilterd is. Dus ik gebruik het puur voor ons om te drinken. En dan kun je er ook heel lang mee doen, geloof ik, met zo'n filter. Dus ik dacht, misschien zijn er meer mensen die dat interessant vinden. Je hebt ook hele dure waterfilters die je gewoon voor je hele huis kunt gebruiken. Dat heb ik vroeger gehad toen ik samenwoonde. Ja, dan heb je overal zacht water en die haalt ook al het kalk en zo eruit. Dat is nog weer veel beter en fijner, maar dat kan ik niet betalen. En dit was gewoon nog geen 50 euro en betaalbaar op dat moment voor mij. Vandaar dat ik voor deze optie ben gegaan, dat we in ieder geval schoner drinkwater hebben. Ik heb hem zelf dus bij waterfilterwinkel.com vandaan en dat is niet gesponsord, was het maar waar. Maar omdat ik er wel tot nu toe tevreden over ben, dacht ik, ik ga hem in ieder geval even met jullie delen. Ik ga hun pidumpie zo naar bed brengen. Ik ga nog even een bakje koffie zetten zelf. En ik had, mijn koffie is op, we moeten morgen naar de winkel. Dus ik heb nu een soort van oploskoffie wat ik door mijn melk heen doe. Nou, is toch anders, kan ik zeggen. Dus ik heb niet veel koffie gedronken gisteren en vandaag. Ik ga deze vlog ook afsluiten. Dus bedankt voor het kijken en wie weet zien we je in een volgende vlog of in een andere video. Dus tot de volgende keer weer! Doei!